Vanmorgen een uh, verhaal van hoop en verwachting. Een verhaal van teleurstelling. Een verhaal van doorgaan zonder zien. Maar bovenal een verhaal van een God die bovenmate zegent, omdat hij bovenmate lief heeft. En dat kunt u toepassen op uzelf: dat wij een God dienen die bovenmate zegent. En waarom zegent hij u en mij bovenmate? Omdat hij ons bovenmate lief heeft. Zacharias en Elisabeth. En ik lees u even de geschiedenis uit de Bijbel. Dat is Lucas 1 en dan vanaf vers 5. Toen Herodes koning van Judida was... leefde er een priester die Zacharias heette... en tot de priesterafdeling Abea hoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. Beide waren vrome en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Zij hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beide waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens gebruik van de priesters gelood en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer die aan de rechterkant van het reukaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overmand. Maar de, angel, maar de engel zei tegen hem: Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal een zoon baden en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen. En velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. En wijn en andere gisterdrank zal hij niet te drinken. Hij zal vervuld worden met de Heilige Geest. Terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En er zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan. Met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. Zo zal hij het volk gereed maken van de Heer. Zacharias vroeg aan de engel, hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is alle op leeftijd. De engel antwoordde, ik ben Gabriel, die altijd in Gods nabijheid is en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. De menigte stond buiten op Zacharias te wachten en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij, dat hij in het heiligdom een visioen had gezien. Hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Zij leefde vijf maanden lang in afzondering en zei tegen zichzelf, de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten. Cruciale tekst in heel dit verhaal is. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beide waren al op leeftijd. Hier lezen we in deze geschiedenis, die wij natuurlijk als een prachtige geschiedenis ervaren, lezen wij een leven van pijn en van teleurstelling. Vooral in dat sociale systeem, toen was het als je geen kinderen kreeg. Of geen kinderen kon krijgen. op wat voor manier dan ook. dan was je een outcast. Je telde eigenlijk niet meer mee. Want God had je waarschijnlijk gestraft. Je had waarschijnlijk iets vreselijks gedaan. Je werd in feite. in de gedachten van de mensen. Werd je, werd, je buiten, werd je buiten de maatschappij geplaatst. Er kwam smaad en verachting op jouw leven. en zo keken de mensen ook altijd naar je om. Natuurlijk was hij, was hij een priester. He, en, 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 en hij deed zijn dienst in de kerk, maar er kleefde altijd een smet aan je. En ze wist ook dikwijls in het leven van u en mij. Wij worden veroordeeld door een, door een immoreel systeem, door een immoreel sociaal systeem. Dat is tegenwoordig ook zo. He. Mensen worden veroordeeld om wie ze zijn. Mensen worden veroordeeld om wat ze zijn. Kijk, God heeft dit nooit gezegd, God heeft nooit gezegd dat als je dus geen kinderen krijgt, dat je een outcast bent. Dat er smaad en smet op je leven is. Maar in het godsdienstig systeem was dit, uh, was dit terechtgekomen. En men, en men geloofde dit van, dat was, dus, dat was dus zo. Maar het is goed te bedenken, als er smaad en smet op je leven is, of verachting van mensen, van wie en wat dan ook, dat het nooit van God is gekomen. Smaad, en verachting komt nooit van God. Maar het komt altijd van de mensen en van de duivel die overal met zijn vingers aan zit. Maar het komt nooit van God. God zal jou nooit verachten. Wie je bent, wat je bent, wat je op dit moment ook gedaan hebt, achterom kijkt in je eigen leven, God zal jou nooit verachten. Het is het systeem dat je veroordeelt. Het is het systeem dat je veroordeelt. Maar God veroordeelt jou niet. En dit verhaal is een oproep aan u en aan mij om je niet te laten veroordelen door het systeem. Om je niet te laten verachten door de wat mensen van je denken, wat mensen van je zeggen, maar waar het om gaat is wat God zegt. Want het enige belangrijke van alles wat er gezegd wordt, is datgene wat God zegt. Uiteindelijk is dat de sleutel en de deur die alle andere deuren dichtgoed. Beide waren vrome en gelovige Joden. Waar de mensen die heel hun leven geleefd hadden, strikt alle, alle geboden en de wetten van de Heer hielden. Nou, er waren heel veel die dat op dat moment niet deden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was vruchtbaar. Ze hadden gehoopt en ze hadden, en ze hadden verlangd. Ze hadden ook een kind willen hebben, want wie wilde nou geen kind hebben? En zeker. Zeker in, dat, zeker in dat sociale systeem. Ze hadden gebeden en gebeden en gebeden. En ze hadden, ze, hadden, ze hadden geweldig hun best gedaan, de wetten gehouden. Maar het was niet gekomen. Het was niet gekomen. Kijk, Abraham, die had nog een belofte. Tegen Abraham hadden ze nog gezegd van, Abraham, wacht, het komt. En die had zelfs nog moeite met die belofte. Want hij ging, wat dat betreft ging die ook zelf aan de Zacharias en Elisabeth is er niet gezegd, zegt Zacharias: Ik geef, geef jullie een belofte. De grootste profeet uit het Oude Testament zal uit jullie geboren worden. Ja, dan was waarschijnlijk hun leven anders geweest. He, dan hadden ze misschien niet dikwijls zo, zo ondergezeten. Maar God heeft, God, heeft helemaal, God heeft helemaal niets gezegd. Als je kijkt in, in, de, in, in de betekenis van het woordje tijd daar zijn daar verschillende, verschillende betekenissen aan te hechten. Je hebt wat de engel Gabriel hier ook zegt: wanneer iets in vervulling gaat, dat wordt genoemd de bestemde tijd. Er is een vreemd woord voor, maar laten we dat vergeten. Dat is de bestemde tijd. Toen Lazarus opgewekt werd, was dat de bestemde tijd. Als God jouw gebed verhoort, is dat jouw bestemde tijd. Als God jouw deur opent waarvoor jij gebeden hebt, dan is dat zijn Bestemde, dan is dat zijn bestemde tijd. Maar er is nog een andere tijd en die noemen ze Chronos. En dat is de tijd van de dagen, de maanden en de jaren. De dagen, de maanden en de jaren. De dagen, de maanden en de jaren. En overwegend bestaat het leven ook in het Oude Testament en ook van ons als christenen, bestaat uit die tijd van de dagen, de maanden en de jaren. Tot op het moment dat daar die andere tijd komt, de voorbestemde tijd. Daarom is dit verhaal een aanmoediging om nooit op te geven. Als je boven dit verhaal een, 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 een item zou willen zeggen, dan zou je moeten zeggen: geef nooit op. Het is nooit de moeite waard om op te geven. Want wat God belooft, doet hij. Want jij dient. Jij dient een, een, een God die jou bovenmate lief heeft en jou bovenmate zegt. Jij dient een God die jou bovenmaten zegt. Jij dient een God die bij de kleinste dingen in jouw leven betrokken is, wat het, wat, het ook, wat het ook zei. Hou vol en wacht tot de bestemde tijd, want die bestemde tijd komt. En dan, na al die jaren en jaren en jaren, komt er een engel en die zegt, wees bang, je gebed is verhoord, alsof die dat gisteren gebeden hadden. Of die gisteren gevast hadden zeggen, heer, kom met uw belofte. Ze waren dat al lang vergeten. Ze hadden helemaal niet meer gedacht dat ze nog een zoon of nog een kind zouden krijgen. Dus, ja, menselijk gezien eh, begrijp ik goed dat Zacharias toch een beetje septie was. Kijk, die engel zei natuurlijk wel, ik ben Gabriel, hè, en dat is na God in het engelenleger de top die God gezonden had, om deze boodschap te brengen zeg ja, ik ben Gabriel, maar ja, waaraan, waaraan zal ik dat, waaraan zal ik dat merken? Ja, en dan vind ik het toch een beetje dan dat hij zegt, hij, Gabriel, hij zegt, omdat je mijn woorden niet geloofd hebt, dan zul je stom zijn totdat het over een gegeven moment allemaal gaat gebeuren. Nou, hè? ben je oud geworden, jaren en jaren God gediend en je best gedaan, en dan komt er een engel en die zegt, omdat je bij niet geloofd hebt, dan zul je, dan zul je, dan zul je stom zijn. Als mens zijnde kijken wij daar natuurlijk heel vreemd tegen aan. Maar we hebben natuurlijk, Gabriel leeft natuurlijk in een andere dimensie dan wij. Van Gabriel wordt gezegd dat hij, Gods, dat hij in Gods tegenwoordigheid is, in een andere vertaling staat, dat het Gabriel een aardsengel is die constant Gods aangezicht ziet. Hij ziet constant Gods aangezicht. Wat deze engel ziet iedere keer is al die gebeden die opgezonden worden voor God. Gabriel en God kijken anders tegen een opgezonden gebed aan dan wij daar tegenaan kijken. Want God en Gabriel zien uiteindelijk de, de voleinding. Die zien de voleinding. Je zult stom zijn totdat het, totdat het gebed verhoord wordt. En zo ziet God het gebed. Ook al is het iets wat je niet gisteren gebeden hebt. Ook al is het iets wat misschien uit je gedachten en uit je leven verdwenen is om, omdat de tijd eigenlijk voorbij is en de mogelijkheid tot vervulling van een woord en een belofte aan jouw leven niet meer in vervulling, niet meer in vervulling kan gaan. Ja, dan ga je twijfelen eraan. Maar God ziet dat toch anders. Want God, in God is geen verleden. In God is geen toekomst. God leeft in het nu. Dus een gebed dat dertig jaar geleden opgezonden is, is voor God nog net zo levendig en relevant en vers, om het zo maar eens te zeggen, als, ietsje, als iets wat je gisteren opgezonden had. Dus dat gebed. Om een zoon, dat gebed op nageslag, dat leefde voor de troon van God. En God had het hun beloofd. Alleen, God zou dat vervullen. Alleen, hij wist niet, zij wisten niet wat erachter zat. En dat is het meest irritante van God eigenlijk, dat je nooit weet wat erachter zit. De dagen en de maanden en de jaren gaan door, en dan irritant, het gebeurt allemaal niet. Je vast, je doet, en uiteindelijk dan denk je maar, van nou, laat ik het, laat ik het, laat ik het maar zitten. Maar dat is wat je nooit moet doen. Als je van God iets gebeden hebt, dan heeft God jouw gebed gehoord en heeft het verhoord. Want God verhoort altijd gebeden. Hij doet het op zijn manier en op zijn tijd en het doet het op zijn wijte op een manier die voor, jou, die voor jou het beste is. God wil jou niet het goede geven, maar hij wil jou het beste geven. Want God is een God van het beste. Mensen zijn dikwijls tevreden met, ah, oh, ja oké, okay. met het goede. Maar je moet niet gaan in het geestelijk leven voor het goede, maar je moet gaan voor het beste. En daar moet je soms de tijd op wachten. En dat is soms irritant, vervelend voor God, dat we moeten wachten. Maar als je dan wat krijgt, dan krijg je ook het beste. En dan ben je blij dat je gewacht hebt. Dan ben je blij dat je gewacht hebt. Ben je blij dat je door bent gegaan? Dat je hebt laten bemoedigen door de broeders en zusters. Dat we elkaar hebben bemoedigd. Dat je door bent gegaan. Dat op het moment dat op een gegeven moment Bertha zegt: God, wat ben ik blij dat ik niet eerder opgegeven heb? Wat ben ik blij dat ik niet ben gegaan voor het goede. Maar dat ik mijn, mijn alles heb gezet. Alles heb gezet op het, op, het, op het beste. Laat het niet los. En mis de verhoring en vervulling van je gebed niet. Jezus zegt: Laat los. En je zult losgelaten worden. We moeten loslaten. En we moeten vasthouden. Mensen, als je iets loslaat. Dat moet ook. Want je kunt niet kraampachtig dag en nacht bezig zijn. met iets wat je wilt hebben met God. En dan zegt het woord dat wij, dat, wij, dat wij de zaak los moeten laten. Maar als je iets loslaat, dan moet je het wel loslaten in goede handen. Je moet het loslaten in goede handen. Als je iets overgeeft aan God. Als je iets loslaat, geef het dan aan God. Want daar is het in goede handen. En dan zul je ook, ook de kracht en de moed en de, en, en, en de energie vinden om door te gaan tot het op een gegeven moment God je gebed gehoord. Geef het nooit in de handen van de duivel. Geef het nooit in de handen van de duivel. Als je bidt voor het behoud van je kinderen, als voorbeeld, laat het nooit los. Want als je het loslaat. Gaat het van je weg en dan is het moeilijk weer terug te krijgen. Dingen die je loslaat zijn moeilijk weer terug te pakken. Daarom laat het nooit los. Blijf bidden voor de zaak en blijf geloven dat God jouw gebed gaat verhoren. Laat los en geef niet op. God die bovenmate lief heeft, verhoort bovenmate het beste. Want toen Johannes geboren werd, kregen zij inderdaad het beste wat een vader en een moeder in Israël zouden kunnen krijgen. Namelijk de grootste profeet uit het Oude Testament. Dat was Johannes. Hij was de grootste profeet uit het Oude Testament die wandelde en acteerde in de kracht van Elia. Nou, we kennen het leven van Elia wel. De grootste profeet. Uit die mensen geboren. Dat is het beste toch. En niet alleen dat, maar hij was ook de wegbereider voor de Messias. Dat was Elia niet, was Elisa ook niet, en Mozes ook niet. Maar hij was de, bereg, de wegbereider voor de Messias. Hij zou hem ontmoeten, hij zou hem, hij zou hem mogen dopen. Heel het Oude Testament staat vol met profetieën, die allemaal spreken van, en mensen die hadden verlangd, om te zijn op het punt waar Johannes was. Namelijk de Messias, de Messias te dopen. He, en Zoals die andere oude mensen ook, hè, Simeon en Hanna, om de Messias in hun handen te houden. Jezus doopte mogelijk meer, was niet mogelijk. Dus je ziet dat God het beste gaf aan deze mensen, want dit had nog nooit iemand gehad. Dat was ongelooflijk hoe God deze mensen heeft gezegend heeft. En zo is het ook met u en met mij. Als je vasthoudt in ontspannenheid. Je met elkaar laat bemoedigen. Er komt het moment dat het breekt. Er komt het moment dat de verlossing van God voor je leven komt. Dan komt het moment dat daar, na die dagen, die maanden en die jaren en die jaren, de bestemde tijd is. En dat God komt. Dat niet direct misschien als een Gabriel, maar dat God komt met zijn Heilige Geest en een doorbraak forceert in je leven. Want misschien zit je er tegenaan te kijken, maar er komt een moment dat God doorbreekt, dat de Heilige Geest doorbreekt in je situatie en dan ben je blij dat je het nooit in verkeerde handen hebt, dat je het nooit in verkeerde handen hebt genezen De andere grote wonder was dat hier een vrouw, Elisabeth totaal innerlijk genezen werd totaal innerlijk genezen want ze zegt, al dus heeft de Heer gedaan in de dagen dat hij op mij neerzag om mijn smaad onder, onder de mensen weg te nemen en dan staat er, in het bergland werd het overal bekend. En ze verwonderden er zich allemaal. Maar er zei niemand, laten we het systeem veranderen. He? Er zei niemand, zeg jongens, wij zijn helemaal verkeerd aan het denken. He? Dit klopt helemaal niet. Want God denkt anders dan wij. He? Zo denken mensen niet. Mensen blijven, mensen blijven denken in hun, in, in hun systeem. Slachtoffer van een asociaal systeem dat beschuldigt, veroordeelt en veracht. En in de tegenwoordigheid, tegenwoordige tijd, is het niet anders. Hè? Ik zit niet op die massa en die multimedia, maar als je het zo kent, je hoort, dan is dit toch wel de realiteit. Smaat, schaamte, scha maat, schaamte en verachting. Dreunende lazen die iedere dag weer stampen. Economisch of politiek gezien, economisch belang, hebzucht naar macht. Ze kijken naar, de, naar het leiderschap in deze wereld. Dan zie je daar geen enkele herder bij zitten. Er zit geen enkele herder bij. In de politiek zit geen enkele herder bij. En dat kan ook niet, want we zijn met elkaar uh, bezig dit systeem overeind te houden, omdat we zien dat het rammelt aan alle kanten. Maar er is één herder. En dat is in het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God kent wel herders. Dit systeem buiten kent geen herder. Dit systeem buiten vertrapt en veracht en denkt alleen aan zichzelf. Maar het koninkrijk van God kent een herder en dat is, dat, is, dat is Jezus Christus. En dat is hij, die, wiens, geboorte, wiens geboorte wij nu gedenken. Die grote herder. En op een gegeven moment lezen we ook in de profetieën, dat God al die herders aan de kant zet, dat ze op een gegeven moment veroordeeld zullen worden om het feit dat ze het volk, de volkeren geleid hebben en geen herder zullen zijn. En dan op een gegeven moment komt... Dat op een gegeven moment Jezus op deze aarde gaat regeren en dat hij, dat, hij het zelf, dat hij het zelf gaat doen. Wat u hier ziet, wat u hier aantreft, dat is een God die een herder is. Dat is Jezus Christus die een herder is. Iemand die u niet smaat en veracht, maar iemand die u lief heeft en iemand. En iemand die u bovenmater wil zegenen. Hier was een vrouw die smaadt, Schaamte en verachting. En ze had er zelf part nog deel aan. Ze had er zelf totaal geen enkele schuld aan. Geen enkele schuld aan. En toch kleefde dat op haar. De, publiek, de publieke mening. Schuld heeft te maken met fouten. Maar schaamte heeft te maken met wat je bent. Kijk, als je iets fout doet, dan voel je je schuldig. Maar als je schaamte hebt in je leven... Op wat voor manier dan ook, dan heeft dat te maken met datgene wat jij bent. Dat kun je ook niet goedmaken, want je draagt jouw schaamte altijd met je mee. Ik weet niet wat er misschien gebeurd is in je leven. Iets wat anderen misschien aangedaan hebben, of wat van ook. Je kan allerlei dingen opnoemen, maar er zijn zoveel mensen die op een gegeven moment een grote schaamte en een grote minachting met zich meebrengen omdat ze misbruikt zijn, geestelijk en lichamelijk misbruikt zijn, omdat ze veracht zijn in de maatschappij, zeggen wij hebben jou niet nodig, verworpen en verworpen en weggegooid. En dan draag je die schaamte, dan draag je die schaamte met je mee. En dat is niets erger dan de schuld, zeggen oh ik maak het goed. Maar als je schaamte met je meedraagt, hoe raak je je schaamte kwijt? In deze wereld is het bijna niet meer mogelijk om je schaamte die je met je meedraagt, om die kwijt te raken. En schaamte, hè, is een voortdurende, een voortdurende, schaamte is een voortdurende negatieve mening over je eigen waarde. Een voortdurende negatieve mening over je eigen waarde. Want je draagt het altijd met je mee. Een pijnlijk, overheersend gevoel van waardeloos zijn. Want jij bent waardeloos, want jij hebt dit gedaan, jij hebt dat gedaan, er is namelijk geen vergeving nodig. Een gevoel van waardeloos zijn. Altijd een spanning tussen datgene wat je bent en wat je zou willen zijn. Een spanning door je schaamte, wat je bent en wat je zou willen zijn. Oh, je zou uit willen springen in blijdschap en vreugde, ook een blij mens willen zijn. Je zou geaccepteerd willen worden hè, dat de mensen ook van je hielden. Maar je weet dat het een illusie is in, jou, in, jou, in jouw ogen dan, want je weet dat je dat helemaal niet bent. De schaamte die aan je kleeft of aan een mens kan kleven, is ik ben wat ik ben, ik kan niet veranderen, ik ben hopeloos. Ik ben wat ik ben, ik kan niet veranderen, ik ben hopeloos. En dat is een leugen. En dat is een satanische leugen en dat is de grootste, grote misleiding in deze wereld, dat je bent wat je bent, dat je niet kunt veranderen en dat je hopeloos bent. Jij bent. Niet hopeloos. Jij bent niet geroepen om schaamte te dragen. Jij bent niet geroepen om geminacht te worden. Nee, jij bent geroepen om geacht te worden. Jij bent geroepen om een kind van God te zijn. Jij bent geroepen om gewaardeerd te zijn. Jij bent geroepen om de gaven en de talenten, het prachtige en het fantastische wat God in jou gelegd heeft, om dat te gebruiken voor andere mensen. Als je dat wilt bereiken, dan ben je bij God, je bij God aan het goede adres. Zeggen kom met je, schaamte en je minachting met je schaamte en je minachting naar God toe. Als je dat niet doet, dan ga je schaamte, dan ga je schaamte compenseren. Schaamte compenseren. Ga je, ga je best doen voor andere mensen. Altijd ja zeggen, nooit nee durven zeggen. Altijd, 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 altijd er zijn. Dan word je verslaafd aan goedkeuring, want mensen moeten jou goedkeuren omdat je je schaamte, aan het, je schaamte aan, het, aan, het kom, aan het compenseren zijn. Geliefd willen zijn, vluchten in, in materiële verslavingen als roken, als roken en in drinken. Uiteindelijk ben je ook nog minder waardig. Een gevoel, minder waardigheid, een gevoel van een innerlijk misplaatst falen, gevolg van een voortdurend falen. Iedere keer faal je en faal je en faal je en faal je, je. En uiteindelijk ga je minder waardig voelen. Minderwaardigheid is een, is, een, is een sterke, ja, een, een negatieve emotie eigenlijk, minderwaardigheid die, gewoon, gewoon, die je gewoon gegijzeld houdt. Minderwaardigheid is, een, is iets wat je leven gijzelt. Net als angst, gijzelt je leven. En we moeten niet meer accepteren als kinderen van God, en ook als je hier zit en je bent geen kind van God, dat je nog langer accepteert dat jouw leven gegijzeld wordt. Dat je leven gegijzeld wordt door schaamte, dat je leven gegijzeld wordt door minachting, dat je leven gegijzeld wordt door de mening van anderen, maar dat je daarvan uitkomt en dat voor jou gaat tellen wat God, wat God denkt. Jesaja zegt: Nochtans onze ziekte heeft Hij gedragen en onze smarten gedragen. Waar kun je dat kwijt? Het antwoord is Jezus. Amen. Het antwoord is Jezus. Want Hij is de enige die voelt zoals jij je nu voelt misschien. Hij is de enige die jouw ziekte kan dragen, maar Hij is ook de enige die jouw smarten kan dragen. Hij heeft jouw schaamte gedragen. Hij heeft jouw minachting gedragen. Hij heeft jouw verwerping verdragen. Hij heeft verdragen het trappen van de mensen rondom je heen op jouw leven. Ze hebben Hem getrapt voor jou. Ze hebben, hem, ze hebben Hem beschaamd voor jou. Ze hebben Hem veracht voor jou, zodat jij niet meer beschaamd zou behoeven te zijn. Voor, zodat jij niet meer minderwaardig zou behoeven te zijn, dat heeft Hij je allemaal gedragen. Ga je schaamte en je minachting niet compenseren, maar breng het bij Jezus. Want Hij heeft het verdragen van jou. De mogelijkheid opent zich in Jezus Christus. Om te ontsnappen uit de gijzeling in je leven. Want we zijn geroepen en geboren om vrij te zijn. En niet om gegijzeld en niet om gegijzeld te leven. En onze smarten heeft hij gedragen. Het antwoord is wedergeboorte. Als je hier bent. En je bent misschien religieus, religieus of je kent God helemaal niet. Als je in deze situatie zit of in een andere situatie. De enige mogelijkheid om eruit te komen, is Jezus Christus. En als je bij Jezus komt, dan kom je bij de wederomgeboorte terecht. God is bij machten, om van jou een nieuw en een ander mens te maken. Dat je kunt zeggen in je leven, al het oude is voorbij, het is allemaal nieuw geworden. Het is allemaal nieuw geworden. De tijd dat je geworteld en gegrond wordt in liefde. Want als een omgeboren wordt, als je een kind van God wordt, dan word je geworteld en gegrond in de liefde, in de liefde van de Vader. word je niet meer gegrond en geworteld in de verachting van deze wereld en een corrupt systeem, hè? In, een, in een corrupt systeem, maar je wordt geworteld en gegrond in de liefde. Een God die jou bovenmate lief heeft en een God die jou bovenmate uh, wil zegenen. Een God die, die in Jezus Christus alle schaamte van je af wil nemen. En, en dat is kerst. De aankondiging van de geboorte van Jezus Christus. Om de schaamte van deze wereld weg te nemen. Om de verachting van deze weg, de wereld weg te nemen. En hij heeft deze schaamte en deze verachting heeft hij gedragen. Opdat wij vrij zouden kunnen zijn. Prijs God. Als je vanmorgen kijkt of luistert. Dat je bij Jezus terecht bent gekomen. Je kunt een hele hoop doen. Maar echte schaamte, echte minderwaardigheid raak je niet kwijt. En Hij heeft mij gezonden, Jezaja 61. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondene opening der gevangenis. Voor gebondene opening der gevangenis. Als je dus gebonden bent door al deze dingen die ik al een paar keer genoemd heb, die smaad en die verachting, dan is het mogelijk dat als jij wilt, dat jouw gevangenis vanmorgen opengaat. Jouw gevangenis wordt open. Het volbrachte werk van Jezus heeft die gevangenis opengemaakt. Je kunt eruit komen als je wilt deze, deze morgen om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren. Een dag der vragen van God. En om, om alle treurenden te troosten. Om alle treurenden te troosten. Misschien ben jij zo iemand die treurt. Misschien om andere dingen dan die genoemd zijn deze morgen. Maar je zult getroost worden deze morgen. Als je bij Jezus komt, dan word je getroost. Is er geen veroordeling meer? Geen verachting meer? Geen wetten die op je gelegd worden? Nee, je wordt getroost. Om over de treurende van Sion te beschikken. En dan staat er dat men hen geven. hoofdsieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. Een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. Dat, in de toeder tijd hadden die priesters die lofgewaad. Dat als ze dan een gewaad hadden, was dat een lofgewaad. Hadden ze een ander gewaad. Maar we begrijpen de beeldspraak wel die hierin zit. Lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. Schaamte, verachting, minderwaardigheid zijn directe symptomen van een kwijnende geest. En dat moeten, wij niet meer willen, dat moeten wij niet meer willen accepteren in ons leven. En degene die daarin een keuze maakt, dat ben je zelf. Maar als jij die keuze maakt, dan staat de Heilige Geest en Jezus en de Vader, die staan jou ter beschikking om jouw leven drastisch te veranderen. Een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En dat is wat God u wil geven. Hij wil dat gewaad van die kwijnende geest wil hij van u afnemen. En hij wil u aandoen een nieuw lofgewaad. Een lofgewaad, vreugdeolie in plaats van, haar, van rouw. En tot slot, dan staat er, Elisabeth leefde vijf maanden in afzondering. Vijf maanden zonden ze zich af na al deze dingen. En ik denk dat ze dicht bij God is geweest. En in vijf maanden tijd, dat staat natuurlijk allemaal niet zo beschreven. Maar ik denk, in vijf maanden tijd heeft God deze vrouw compleet genezen. Deze vrouw compleet genezen. God heeft Elisabeth compleet innerlijk genezen. Innerlijk er totaal weer helemaal bovenop gezet. Want ze zegt: al dus heeft de Heer. In mij gedaan in de dagen dat hij op mij neerzag. Dus die vijf maanden. Om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Het ene wonder is dat ze een geweldige zoon kregen. De grootste profeet uit het Oude Testament. Maar het grootste wonder was nog wel dat hier een vrouw. Compleet, compleet innerlijk genezen werd. En dat is wat God voor jou ook wil doen. Wat God voor Elisabeth heeft gedaan, dat wil hij ook voor jou doen. Je hoeft niets meer te betalen. Je hoeft niets meer te doen. Je hoeft niets meer te volbrengen. Je hoeft nergens lid van geworden. Want het bloed van het Lam is genoeg geweest om die, prijs, om die prijs voor jou te betalen. Kom naar mij, zegt Jezus, jullie. Staat hier: Kom naar mij, jullie. Die vermoeid en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Amen. Amen. Laten we een moment bidden. Dank u Vader voor uw wonderbare genade. Dank u wel, heren, voor deze geweldige tijd van de Messias. En wij prijzen u daarvoor. En dank u wel, heren, dat u iedere smaad en iedere verachting heeft gedragen. Vader en Jadrek, heren, dan mogen we naar voren komen als we dat willen, maar zeg, Heer, ik wil toch bidden, heren God, voor een ieder, heren deze morgen. Heer, ik bid, heer, dat, dat iedere smaad en iedere verachting, heren, van hen afgenomen wordt. Vader, ik bid voor een ieder van ons, heren, dat er, geen, dat er geen kwijnende geest meer zal zijn, maar een lofgewaad. Zeg dank, u Heilige Geest, dat u in ons geplaatst hebt, het lofgewaad en de vreugdeolie in plaats van as. Dank u wel, Heer Jezus. Heer, dat deze kwijnende geest God verdwenen is aan het kruishoud van Golgotha. Dat iedere smaad gekruisigd is, dat iedere minderwaardigheid totaal gekruisigd is en vernietigd is op het kruishoud van Golgotha. Dank u wel, Heer, dat u dit hebt betaald. Dank u wel, Heer, dat wij geboren zijn om vrij te zijn. En Heer, wij besluiten dat we dat ook werkelijk zullen zijn. Amen.